Er is geen beleid voor mensen met een beperking en dat kan zo niet doorgaan. Woorden van Anil Kunj Bihari, voorzitter van de stichting Wang Okasi. Hij sprak vandaag tijdens een bijeenkomst die door de stichting is georganiseerd. Het doel was te brainstormen over hoe de problemen van de mensen met een beperking structureel en met beleid op te lossen. Kunj Bihari wees erop dat deze bijeenkomst hoog nodig is omdat de economische situatie waarin de mensen met een beperking verkeren verslechterd is. Volgens hem is er meerdere malen aan de bel getrokken voor een verhoging van de maandelijkse vergoeding. Desondanks wordt er geen gehoor gegeven aan het hulpgeroep. We hebben intussen ook een reactie gehad vanuit de regering, waarbij eigenlijk de regering zegt dat er geen verhoging komt, omdat als er een verhoging zou komen, dat er rekening gehouden moet worden met andere doelgroepen. Maar moet dat dan het probleem zijn van die doelgroep? Ik bedoel, als jij geen beleid maakt, moet ik geen rekening met jou houden, toch? Want mijn leven gaat verder. Ik moet eten. Ik kan niet zeggen van, ik ga de komende maanden niet eten, omdat de regering zijn zaken niet op orde heeft. Toch? En zo kunnen we niet verder. Harriette Melgerts, gemeenschapswerker, is van mening dat er een bestuur gevormd moet worden waarin alle actoren voor mensen met een beperking vertegenwoordigd zijn. Dit bestuur zal dan de onderhandelingen met de Nationale Assemblee voortzetten. Want op straat komen met deze doelgroep is zeer riskant, zegt Melgerts. Dat een coma kan dragen. Alle actoren, mij een beetje misreef aan als vakbond, dat we gewoon kandra naar straat en protesteren, maar voor dragen, een bestuur zou komen voor behartiging. Dat nu kunnen we, dat de man is in taki. En dat de man is in taki. Dan wordt het niet zomaar mevrouw van dat krediet 200, of grond waarvan. Dus we kunnen lopen, maar we moeten gericht lopen. Het moet niet zijn, ze hebben gelopen, dan houdt het op. Ze hebben gelopen en ze hebben wat achtergelaten. Zo moet het zijn. De verschillende actoren kijken uit naar een effectieve oplossing vanuit de beleidsmakers. Kunj Bihari stelt dat de regering eindelijk het woord bij de daad zal moeten voegen. Anders zal het ze geen andere oplossing laten dan te protesteren.